Boys, 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 rustig. Hey, boys, goed nieuws, rustig. Hey, oh, wat een hel, wat een strijd. Oh, oh mijn god, we hebben squad battles gespeeld. Ja, 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 we hebben squad battles gespeeld, maar als het goed is, hebben we het gehaald. En dat betekent dat we nu de laatste van de icon swaps hebben voltooid van de eerste set en daarmee 8 tokens hebben gehaald. En normaal gesproken, tenminste, normaal gesproken, vorig jaar zou ik een hele video maken over alle icon swaps en die je moet kiezen en noem het allemaal op. Maar ik heb al op 2 accounts bijna alle icon swaps gehaald. En toch zijn er nog steeds heel veel mensen, met zo'n paar dagen uit, die niet weten wat ze moeten doen en naar mij vragen wat ik ga doen. Dus heel eventjes kort, voordat wij de 2 ultimate packs gaan openen en de 85x5 pack gaan openen en de base icon pack gaan openen, want ik ga 3 packs openen. Wat is nou precies handig? Een blauw duimpje zit op zijn. Vergeet niet op te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. We gaan er even snel doorheen. Je hebt dus 2 keer de doelstellingen voor de icon swaps. Je hebt 1 keer online en 1 keer offline squad battles. Squad battles moet je 15 potten spelen en online moet jij 6 wedstrijden winnen met 5 verschillende leagues, dus 30 potten. Maar het is wel zo dat nu in de hele community het echt de handen ineen worden geslagen en mensen zeggen, weet je wat, degene die het eerste doelpunt scoort, die wint. Of als ik achterkom, dan leave ik. En zo kan je deze heel snel halen. Dus het online gedeelte duurde mij 3 uur op 2 verschillende accounts, dus 2 keer 3 uur. Dus hoe je het went of keer, bij mij duurde het gewoon 3 uur. En offline, dat duurde wat langer, omdat je die wedstrijden natuurlijk gewoon helemaal uit moet spelen. En squad battles is zo ontzettend saai en het is echt een drama. Maar je kan wel lekker eventjes alle Missing Marks afleveringen terugkijken terwijl je die aan het spelen bent. Dus hey, ieder nadeel heb je voordeel. Ik heb op mijn andere account tijdens een livestream gewoon gespeeld om die icon tokens te unlocken. Om te kijken hoe dat was, wat de ervaring was. En hey, of het een prettige ervaring was of een hele onprettige ervaring. Maar ja, dat ging dus eigenlijk heel snel. En toen had ik de 2 packs geopend die je aan het begin had. Dus vandaar dat je die zo ziet en dat je de base icon pack ziet. Er zijn heel veel verschillende opties. En de optie die voor mij het interessant was op dit account is de 2 ultimate packs. De 85x5 pack en de 83x25 pack. Dus 25-83 spelers. Nieuwe pack. Fucking ziek. Ja, fantastisch. Maar ik ga deze doen. Dan heb ik dus 10 tokens. Dan heb ik nog 8 tokens over. Van die 8 tokens ga ik deze icon pack doen. En waarom doe ik dat? Nou, ik heb de spelers niet echt nodig op dit moment. De dure icons of de icons die ik kan kiezen. Die zouden niet in mijn team komen. En ik wil deze pakketjes, omdat ze best wel ziek zijn, eigenlijk bewaren voor Team of the Year. De tweede set van icon tokens komt 1 januari uit. Dat is rond Team of the Year. Dan kan ik die dan opnieuw gaan grinden. Weer 10 tokens unlocken. En die 10 tokens dan voor deze pakketten gebruiken. Waarom doe ik niet eerst deze? Nou ja, als je deze eerst inlevert, dan staan ze op je account. En dan ga je ze ongetwijfeld per ongeluk openen. Heb ik geen zin in. Is alles voor niks geweest. Want ik wil, ik weet zeker dat ik hier het Team of the Year uit ga pakken. Ik ga 100% zeker hier een Team of the Year uitpakken. En een Sissoko. Een Sissoko en een Team of the Year. Want ja, we gaan dit jaar weer op jacht hoor. Naar de Sissokos en de Team of the Years. En voor de rest, ja, wat kan je doen als jij een slecht team hebt? Probeer dan te kijken of een van die icons waarvan je zeker weet dat je hem krijgt, omdat je hem dus kan kiezen, in je team past. Dan is dat wel interessant. En als dat niet het geval is voor de icon packs, dan zou ik sowieso niet die laatste doen. Dan heb je een standaard keuze icon pack. Dus 3 base icons. Baby icons met daarin 3 waar je dus uit kan kiezen. Het kan ook heel goed zijn dat je Yari, Liedman, Nakata en Smigel hebt, zodat je de 3 hebt die allemaal geen drol waard zijn. Het is een god, dan geef het die persoon! Ja, dus deze is niet aan te raden. Mid icon pack is leuk, 89 plus. Kan alsnog heel veel troep bij zitten. Je kan ook een mid of prime icon pack doen. Vind ik op zich ook nog wel een goede keuze. Dan heb jij de kans op een prime icon. Nou, kan iets goeds tussen zitten. Rijkaard en Koeman zijn wel leuk als je een Nederlander bent. Mid icon pack. Nee, niet per se. Want die zijn ook allemaal heel slecht. Ik ga voor deze 3. En laten we nu gaan kijken hoe die pakketjes eruit zien. We hebben net de eerste 2 icon tokens gedaan. En we gaan 2 ultimate pakketten kiezen. Ik doe dit op mijn Never and a Glory account. Op het untradable account. En dat komt eigenlijk omdat ik daar op de pakketjes wil kiezen. Want die kan je snel halen. Die kost niet heel veel moeite. En dan kan ik op de, op een andere account, op mijn main account, kan ik dan de speler kiezen die ik wil. Ik weet nog niet of ik dat wil. Of de speler kiezen die, of de icon pack kiezen, laat ik het zo zeggen. Maar hey, op dit sowieso de 2 ultimate pakketjes. En dan hopen op goede spelers die we kunnen gebruiken in de volgende voor de 83 plus 25 pakket. Want dat zijn de enige 2 die ik nu kan volgens mij doen. Maar daarvoor heb ik ook squad battles nodig. Of nee, die andere met 3 die kan ik nu ook doen. Nou goed, hey, eerst de ultimate pakketjes. We houden de hoop vast, hè. Ik ben hier 1,5 uur mee bezig geweest. En ik vond dat op zich wel weinig tijd. Want als je nadenkt over dat je Division 1, rank 1, dat je ongeveer 20 potten voor moet spelen om dat te halen, heb je ook 2 ultimate packs untradable. Dus hey, kom op. De eerste, een walkout. Dat is kaasje. Normale flair. De Spaanse, dus dat is dan Piqué of Ramos. Het is Piqué.
Nou, die heb ik net gebruikt voor de La Liga. Dus daar, dat is niet heel erg lekker. Het is wel een 86-rated speler voor fodder ooit, als ik dat ga doen op dit account. En een 84, en heel veel spelers die net heel goed van pas zouden komen uit de La Liga. Nou, oké. Slecht pakketje, natuurlijk niet per se waar je op hoopt. Volgende pakketje, een walkout weer, zou ik fijn vinden. Maar ik ben bang dat het niet goed gaat komen. Ik heb er weinig vertrouwen in. Oh jee, oké, kom op. Ah, geen. Dat is een combo-ball. Maar die gaat niet boven een walkout volgens mij. Dus ik denk niet dat er een walkout in zit. Dat is balen. Dat is heel erg balen geblazen. Zo. Eén borderspeler. En dat is Michael. Jemine. Oh, Sissoko. Zo, wat een slechte pack, hè. Nou, dat is niks. Ik heb er in totaal 3 uur over gedaan. Over deze 8 dingen. En die krijg je natuurlijk geleidelijk. Want elke keer als jij een doelpunt scoort en een wedstrijd wint, komt hij hierbij, maar ook hierbij. Dus daar krijg je een goud spelers premium pakket voor. Dat is lekker. Ja, hey, waarom ook niet. Maar ook kunnen wij nu de 5 tokens die we... Nee, de andere 3 tokens die we hadden, gaan inleveren voor een van de prijzen van de Icon Swaps. Ik was niet tevreden over de 2 125k pakketjes die we net kregen. Want nou, daar zat 2 keer niks in. Maar dit is dus de eerste een beetje van die special-achtige packs. En is dit het waard? Geen idee. Ik denk dat de 83 x 25 het meer waard is. Het is namelijk zo dat als jij 25 83 player dingen kan hebben, dat daar waarschijnlijk wel 5 85 plus spelers in zitten. Ga ik vanuit. En die krijg je hier ook bij. Het is echter wel zo natuurlijk dat je, als je deze doet, ook nog die 125k pack kan hebben. 2 daarvan. En dat je dan evenveel kwijt bent. Dus ik weet niet per se of het de moeite waard is. We gaan het meemaken. In ieder geval nu die lekkere icon swaps er allemaal in flikkeren die we net hebben unlocked. Het ging redelijk makkelijk. Ik heb het allemaal op stream gedaan. Sterker nog, ik ben nog steeds aan het streamen. Dus de mensen zien dit live. Ga naar twitch.tv/fcroelie. En daar zie je het. We zijn gisteren op vrijdag zijn we 3 uur live geweest. En vandaag op zaterdag 3 uur live geweest. En nu kunnen we inleveren. En dan gaan we het meemaken. Is dit wat ik zou aanraden? Dat weet ik niet. Kijk, packs zijn natuurlijk een basis van geluk. Is gebaseerd op geluk. Dus ik weet niet of het de moeite waard is. Geen idee. Goed. Hey, we hebben dat pakketje. We hebben ook andere pakketjes gekregen die we hebben vrijgespeeld. Omdat we gewoon die challenge hebben gedaan. Dus wederom tof dat EA dat ook doet. Je krijgt ook elke keer een 2 zeldzaam speler pack. Of een paar keer krijg je een 2 zeldzaam speler pack. En natuurlijk alle packs die je krijgt voor de objectives uit de season catalogus en noem het allemaal op. Dat is prima. Echter is het wel uit geen een van die pakketjes die we gratis hebben gekregen, heb ik een borderspeler gehad. Dus ook dat niet heel erg denderend. Hey, goudspelers premium pakket. En dan die 85 plus 5 speler pack. Hier krijgen wij zo een borderspeler uit. Het verblindt, man. Het is voor mij echt net zoveel als voor jullie. Braziliaans, CVM, dan is dat Lucas Leiva. Uit een gratis pakketje. Dus hey, oké, gegeven paard. En ook dit wederom allemaal spelers die je kan gebruiken voor SBC's en voor de volgende icon swaps als zij komen. Oké, hey, ik wil in ieder geval een walkout, man. Ik wil in ieder geval een walkout. Bij 86 hoger is dan walkout. Het zijn in ieder geval allemaal kaarten die je kan gebruiken voor een SBC. Het is een walkout, ja. Het is een normale flare. Het is... Poeh. Hey, maar dit is zodat jullie het niet hoeven te doen, hè? Dit is zoals jullie het niet hoeven te doen. Dit heeft een waarde voor een SBC van 50k. Dus hey, dat is heel slecht. Goed, hey, dan sturen we naar de club. Ja, nou, het is niet anders. Dan weten we dat in ieder geval nu. Nou, 2 ultimate packs. Stront. 85 x 5 pack. Stront. Stront. Ik ga ze op dit account dus bewaren. Nogmaals, de enige reden dat ik dat doe is omdat ik niet per se de icons nodig heb. En omdat ik die per se wil hebben voor Team of the Year. De reden dat ik dan ook nu de standaard icon pack doe is zodat ik die kan gebruiken in mijn team. Tot aan Team of the Year. En dan haal ik die andere dingen wel weer. We gaan hem inleveren. We hebben 2 icon packs al gedaan op dit account. We hebben als eerst Haji gekregen. Toen hadden we Stoichkov gekregen. Er is natuurlijk altijd een kans dat je weer een van die 2 patsertjes packt. Maar... Ik denk dat we nu echt iets slechts gaan doen. We gaan niet zoeken, we gaan niet doen, we gaan hem gewoon openen, we gaan het meemaken. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou fijn zijn. A few moments later. Ja, ik vind het echt lekker, man. Normaal ben ik er naar 3 op klaar, maar ik zit nu al. Maar dit zijn echt... Dus misschien ben ik er naar 3 op klaar. Doen we dat omdat we het toch niet moeten halen? Ja? Ja, dit is... Kijk... Zondag zijn ze niet lekker meer. Dus daar kun je net zo goed nu nog even van genieten. Anders had je morgen nog lekkere sushi's of zo. Nou, dan gaan we dan, hè? Ben je met livestream? Ja. Jij net schelden in de gang. Is dit de pack niet?
Is het echt? Ja. Het is wel wit. Oh. Oh nee. Oh Barnes. Oh. Beckham. Nee, is Barnes weer. Oh. Had nou dat mid of Primark een pack aan? Zou je nou zeggen geprankt dat het nu de echte pack op? Dit is toch geen leuke prank dat het slecht is. De prank zou toch leuk zijn als het echt is. Er zit wel wat in. Ik heb weer wel een roepen. Maar. Lekker sushi wel. Sushi zijn 40. Nou, doei.